Hallo mensen en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Praten met het Hoofdste Accent, weet ik niet. Aflevering 12 Rollercoaster en in deze aflevering spelen we het spel Rollercoaster. Ja, had je niet verwacht waarschijnlijk. Nou, intro! Okay, people, let's go to work. Hallo Robbie. Hallo. Hallo, Robbie is de gastvrouw vandaag. Hallo Robbie, hier Robbie is het, ja. Hallo. Hallo. En hier Robbie had een achtbaan gemaakt, ja? Ik hè? Ja, je had een achtbaan gemaakt. Ja, een achtbaan. Een achtbaan. En, achtbaan. Jij had ook een rollercoaster gespeeld op jouw gamekanaal? Ja. Ik had gezien, wat zag er niet uit, maar... Oh! Nee, het zag er leuk uit. Maar je maakte inderdaad hele aparte thema's met een lava, zag ik. Ja, en daarnaast een sneeuwgebied. En daarnaast een sneeuwgebied. Heel realistisch, nee, Roy. Ja, nee, echt nee, ja. Style. Nee, ja. Nee. Wat? Ja, nee, ja. Ja? Nee, maar wat dan? Nee, maar, ja. Zeg maar, wat dan? Ja, nee, het lag er wel een stukje verderop, dat sneeuwgebied. Van het lavagebied. Oh ja, dan is maar. Het wat realistisch, zou je bedoelen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap je. Heel tof. Goed initiatief. En ja, ik ben nou... ik heb een achtbaan neergezet, zoals je kan zien, Roy. Wat voor een achtbaan? Een stalen achtbaan. Moest een beetje, had ik vorige keer gemaakt, een beetje een stoer ding moest het worden. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, je hebt er voor de rest geen moer aan, maar het is... misschien wel leuk om te weten. En ik maak een soort van remgebiedje dat je door een heel klein gebouwtje gaat, heel dun. En misschien maak ik daar ook wel raampjes van. Proberen jongens. Ik ga oh, dat is te klein. Wacht even. Ik pak de grote raampjes. Ziet er heel raar uit op deze manier. YOLO. Nou hoeven we nog geen raampjes in te doen. Dan moeten we een dakje maken. En een dakje pak ik gewoon weer uit deze... Dit is mijn favoriete set, omdat hij het lekkerst werkt, vind ik zelf. Maar het moet een beetje een plat dakje worden, want ik heb niet echt... Het is niet echt een dak dat je zo breed kan maken, dus... ik zou hem wel breder kunnen maken. Door te zeggen van... Heb zo. Je al een Main Street gemaakt? Nee. Nee, nee, echt geen Main Street, nee. Echt hoor. Sorry. Ik had die Disney... dat Disney pakket had ik Main Street meegemaakt. Echt? Super mooie dingen heb je daarin hoor. Echt heel mooi. Ik ga zo kijken, want voor mij heb ik die Disney pakket ook. Ja, daarom. Een Disney pakket, oh, dat is wel handig, ja. Ja, joh. Kijk, zo krijgen we wat tips van een vrouw, dat is ook wel handig. Echt, hè? Goed dat het opgenomen is, dan kan je het nog een keer terugluisteren, mochten mensen niet geloven. En ik maar scroll. Ben je ook heel de tijd aan het scrollen door je objecten? Je bent ja, dus ik heb het ook opgestart. Serieus? Ja, maar... Ja. Ze is gelijk verslaafd. Ik maak iets heel apart. Ik maak, even kijken, ik moet ook een schuin... Kijk, we hebben ook nog een schuin hoekje, jongens. Dan maken we het helemaal mooi af. Ik ben een remstationnetje aan het maken. En weet je wat die achtbaan dan doet? Oei? Oh, wat? Weet je wat die achtbaan dan doet? Nee. Remmen. Ja, ik dacht, je bent wel zo snug en jij ziet dat wel in. Je schat dat wel in. Maar... Dolle. Echt, jongen. En even kijken. Hij rust nou op niks, zoals jullie zien. Dus don't worry. Ik ga... geen zorgen betekent dat. Ik ga palen neerzetten. En die palen... Wat is er? Geen zorgen betekent dat. Ja, nou. Is wel zo. Of beweer jij nou dat het niet betekent? Jawel. Oké. Okay. Jawel. Nou ja, je kan ook een discussie nee, nee. Doe het maar niet. En nog erger dan een vrouw. Oké. <Okay. laughs> Tot neem je terug. Oh. Oh, er steekt zelfs een boom doorheen. Die halen we weg snel. Dan is het een leuk... Dat vind ik een leuk huisje. Misschien kunnen we dat met de thematisatie van dit gebiedje doen. Ik vind dit wel een heel raar achterkantje. Dus we zouden eventueel... Ik denk dat ik dat ga oplossen door het dak te pakken van wat we vorige keer hadden gepakt. En misschien, oh ja, je moet er daar ook wat tonnetjes bij komen, zie je? Dat je een beetje een thematisatie krijgt. En we zouden in principe zou je dat thema hier ook kunnen aansluiten. Dan kunnen mensen dadelijk ook kijken vanaf de buitenkant dit pad. Dan kunnen we dan een beetje verbreden door te zeggen van, nou, we doen het zo. Hè, dan heb je ook een beetje een thematisatie hier. Dat is wel leuk. Oh, ik klik alles weg. Hier moet je het meest mee werken, met die objectjes. Wat is er, Roy?
Is Niks, er iets? nee. Is er iets? Wil je iets kwijt? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee? Nee, nee. Wat vind jij nou de mooiste vet, set, Roby? Wat vind jij nou een prachtige set dat je denkt van wauw, dat is echt een ontzettend mooie custom set. Dan denk ik toch wel die, weet het. Oké, Die ja, die vind ik van, inderdaad ook heel mooi. godverdomme, die Disney Main Street. Ja, dat is Ja? de enige die ik echt heb gebruikt. Oké, dat is leuk met die bloemetjes, zien jullie het, jongens? Ga ik dat nog afwerken natuurlijk. Maar die, de vines, die werken bij ja, de vines zelf van Vodin. Die zijn een prachtige custom scenery. En waar vond ik nou dit? Dat vond ik bij deze, toch? Ik weet het niet meer, jongens. Soms ben je objecten kwijt. Heb je dat ook wel eens? Van Nee. verdikken, maar waar stonden die objecten nou ook alweer? Weet je wat, ik laat dit gewoon zo. Ik vind het wel leuk. Ja, ik zou op zich. Als ik dit even oranje maak. Oh, deze. Die is al oranje, dus dat betekent dat dezelfde kleur is als die. Ja. Kijk, ik zou in principe dit kunnen doen. Je moet altijd je tijd nemen voor dit spel. Ja. Zo, dit ziet er leuk uit. Heel apart dat hij in het midden wel is gethematiseerd. Maar dan zou je dit zou je ook moeten doen. Dus, waar vinden wij die set, joh? Was dat in die Alpha Village? Ja, deze, hè, was dat. Ik gebruik die echt nooit, die set. Weet je dat? Welke? Die Alpha Village set. Ken je Oh, die? die gebruik ik nu. Ja, Serieus? joh. Omdat ik een sneeuwgebied heb, natuurlijk. Oh ja, oh zo. Oh, nu snap ik het. Ja, dan nou knopt het wel. Ja, dat kan toch? Ja, nee. 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 Ben je boos? Ben niet boos, ben niet boos. Lijkt me zo. Zo, maken we er doorheen. Ziet er heel apart uit dit. En dan zou je hier voor dat kleine stukje wat je daar over ziet, zou je dus deze moeten gebruiken. Maar volgens mij gaat deze. Die gaat niet goed, die gaat er doorheen. Oh, wat vreselijk is dit. Hoe kan je dit oplossen, jongens? Dit is iets voor Vincent. Dit moet ik even oplossen, jongens. Stel je voor. Kijk, dit is de sma. Hoe kan dat nou? Heb ik andere daken gebruikt? Vincent heeft verkeerde daken gebruikt voor mij. Dit zijn niet de goede daken. Voor mij heb ik ze nodig van de Alpha Village. Alpha Village! Du-du-du. Je hebt verschillende roofs, hè? Wist je dat? Deze is Nee. het. Ja, ik heb hem al. Ik heb hem al gevind. Het was de verkeerde Dat is een. daken. Ja, zeg maar die twee sets lijken heel erg op elkaar. Ja, dat kan toch? Oké. En dan ben ik nog maar bezig met één stationnetje, jongens. Ik kan gelijk dadelijk even dit station maken, want vreselijk lang duren. Die daarop. Zo doe je die ook daar. En daar en daar. En dan draai je hem om en hebben we hem nog een keer voor die kant. Ik denk dat je hem één keer moet draaien. Zo. En dan pakken we die zijkant weer. Het moet wel mooi afwerken, weet je. Want ik vind het altijd zo zonde als je iets maakt en dan niet afwerkt. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. Vind je ook niet? Aan dat? Als je iets niet afwerkt. Dan ziet het er zo lelijk uit. Vind je niet? Ja, maar jouw dingen zien altijd. Grapje. Die. Ja. Oh. We zijn weer grappig bezig, jongens. Nou, kijk, dit ziet er wel leuk uit. Dit vind ik wel apart zo. Je zou eventueel nog dit kunnen weghalen, het dakje. Maar ik vind het wel wat hebben. Kijken hoor. En we zouden dit ook kunnen thematiseren. Ik denk dat oranje dus ook gaan gebruiken, het dak, voor deze thematisatie. Dus wat we gaan doen is, we maken hier ook een blok aan. En dan weet ik niet hoe hoog we dat moeten laten. Maar ik ga gewoon even een beetje overzicht maken. Zo. Zo. Ziet er niet uit, jongens. Wat ben ik nou mee bezig? Oh, Zo en echt weer zo. heel lelijk iets gemaakt. Ja? Ja, zijn we ook niet. Verweten we ook van jou, Roy, dat. Laat me. Je zou het nog makkelijker kunnen doen door zo te bouwen. Je weet dat je met controlknop alles kan doen, hè? In de hoogte bouwen, hè? Dat weet je. Wat doe je dan? Als je op een laag zit, op een hoogte van een object,
Dan moet je de controltoets inhouden als je op dat object zit. En als je dan control ingedrukt blijft houden, linker control, dan blijft het op diezelfde hoogte. Zie je het? Oké. Probeer het eens uit. En? Oh ja. En als ik... Nou. Helpt het lekker handig. Ja. Ja, dat lukt me niet helemaal, maar... Nee, je gaat gewoon om object hoog te staan. Dan klik je op control. Ja. En dan blijft het op diezelfde hoogte. Dus als je twee muren plaatst, op elkaar bijvoorbeeld. Zoals ik nu ga demonstreren. Dus je kan de video... Je moet de video zelfs terugkijken. Cool. Nee, je pakt bijvoorbeeld die Alpha Village set. En ik heb dan die stenen... Wat is het? Stenen muur. Dat is ongeveer helemaal onderaan. Krijg je die soort van... hoe heette ze? Wall rock. Uh-huh. Nou, en dan stapel je twee muren op elkaar. Ja. Nou, en dan bij de tweede muur ga je met je pijl staan, met je muis, met je handje, en dan klik je op control en dan zie je dat die omhoog gaat, die object. En dan kan je hem verplaatsen. Oké. Try it out. Ja, ik heb het geprobeerd, maar voor hem eten. Dus lekker. Met linker control, hè? Linkercontrol, ja, dat niet. Ja, moet je ingedrukt houden, die toets. Ja. Nou, doe maar. Ik probeer ook... Maar moet je dan iets neerzetten en dan... Ja, twee muren op elkaar. En dan ga je op de tweede muur staan die je erboven hebt gebouwd. Met je muiscursor. Op het tweede laagje. Zoals ik nu ga demonstreren in de video. Klik. Uh-huh. Shift klik je. Gaat hij omhoog en met shift, dat weet je. En dan... Dan klik je nog een keer dat ze allebei op elkaar staan. Ja. Oh, ik heb hem! Zo. Goedemorgen, Roby. Hartelijk goed geslapen, meid. Goed geslapen, joh. Ja, heb je lekker geslapen? Stinky. Nou, mooi stinky. Cool. Nou, en ja, dan is het goed als het goed is nu. Dan heb jij een... Ja, weet ik. Dus beter, of niet? Ja. Je kan dan wat maar meer ik maak dan... Niet zo hoge dingen, dus. Nee, maar als je niet zo kunt hoge dingen maakt, dan is het niet nodig. Nee, nou. Oké, ik zou het wel doen, want dat ziet er wel heel schön uit. Vooral bij wat ik nu aan het maken ben in deze attractie, wordt een hele stalen achtbaan. En ik ben een stationnetje aan het maken. Een beetje leuk, vrolijk stationnetje. Een beetje oranje kleurtjes. Ik vond het wel wat hebben. Oranje daakjes. Dat is realistisch ook op zich. Oranje daakjes. Dat ziet er wel eens vaker. Mm-hmm. Ik ben ook een station aan het maken. Station? Maar mijn is echt zo lelijk. Ja, is jou nou lelijk? Ja, echt heel erg. Dan moet je verbeteren. Maar daarom, hey, want het is nu een slimme bucket. Tip voor Vince. Hey. Hey. Ik zou hem meenemen als ik jou was. Echt hoor. Kijk, we moeten dit torentje plaatsen. Moeten we kijken waar die onder... Ik denk dat die nu... Hij zit heel erg met mij te fucken. Zie je dat, jongens? Dat torentje wilde niet. Dan doen we het zo. Kijk, dit torentje staat daar. En dan moet ik daar ook nog een torentje. Aan de twee zijkanten komt een torentje. Dus dan moet hij hier ongeveer daar. Nou, dan zeg je dat zo. Dat klopt. Dat is bijna... Nou, eigenlijk moet je... Als je het goed moet doen, dan moet je deze eigenlijk zo doen. Dan heb je hem echt helemaal goed. Dan pak je het torentje wat erop moet. Wat we net hadden. Dat is soort van deze. En als het goed is, als je deze nou shift doet, dan moet hij hem zo pakken. En dan moet je hem weer twee keer draaien. En dan kan je hem zo... Ja... Ja, weet ik. Doei. Ja, doei. Nee, doei. Ik ben het opnemen. Ik ben het opnemen. Zo. Je zult hoor. Moeders. Je kan er beter soep van koken. Hè? Af en toe. Even lekker soepie. Lekker hoor. Nou, we hebben hier dus een soort van beginnetje gemaakt. En ik ga hier nou weer die halve, ja wat zijn het, vierkantjes plaatsen. Zo. En hier ook nog even zo. En doen we aan de andere kant dus ook. Dus dan draaien we het. En als het goed is, ik heb het spel gepauzeerd. Dus dan kunnen die mensen die zaten weer te zeiken om eten. En dat hebben we niet nodig. Dat kan ik nu niet hebben. Ik ben bezig. Wat is er? Je voedt je mensen niet eens. Jawel, maar ze hebben geen trek. Wat? En net zaten ze nog te zeer om. Ja, dat doen ze ook. Ze hebben ook trek. Oké, nou zoek ik dus een muurtje. Zoals, even kijken. Dit is te dun.
Dan pakken we een grote. Deze. Dit is volgens mij een. Oeh, die is te groot. Je zag het al, maar je kijkt hoe groot. Kijk dan, dit is echt gewoon heel raar om dat te plaatsen. En deze. Is die te groot? Even kijken. Dat is voor mij hetzelfde. Don't worry. We kunnen ook gewoon zeggen dat we YOLO doen en we doen gewoon een roof erop. En dat is deze. Maar die is volgens mij net schuin, deze. Is dat een plat dak? Nee, dat is een beetje schuinachtig. En even kijken, floor. Waarom doen we niet gewoon dit, jongens? Dan. En dan zou ik hier nog eventjes. Kijk, hier zou ik ook nog een muurtje plaatsen voor de mooiheid. Hierna gaan we natuurlijk de details erin gooien in het gebouw. Dus wat, dat is belangrijk. Eigenlijk een van de belangrijkste elementen. Oh. Dat is. Dat je. Wat ik niet begrijp. Rowie. Is al te hinkerrijk. Wat ik niet begrijp. Dit is een leuk station hier. Ik vind hem heel leuk aan het worden nu. En je zou nog even om echt details. Om op details uit te vluchten. Zou je nog even dit randje. Twee randjes. Zo. Dus dan heb je dat. Nee. Je gaat eronder staan. Shift omhoog. En dan klik je één omhoog. Zo. Dan heb je net nog even die tintjes van dat hoekje. Je zou ook nog dit kunnen doen zelfs. Dat is ook wel heel leuk. Kunnen afdekken met een. Oh. En een randje. Zie je het? Nou, dat ziet er leuk uit, toch? Nou, dan gaan we die muurtjes gaan we plaatsen in die zijkantjes. En dan denk ik aan de window. En die kleurtjes zien er wel leuk uit. Dus dan zou je op zich zeggen, daar plaats ik één. Daar plaats ik één. Daar plaats ik één. En daar misschien. Ik doe ook maar wat. En dan moet je ook nog een balkonnetje. En die zaten volgens mij ook bij deze set. Helemaal naar boven, dacht ik. En dat zijn de mini balkonnetjes. Stond die niet bij deze set? Weet jij dat, Roy? Nee. Oh, oké. Okay. Jammer dat je dat niet weet. Zo, in Jammer. principe zou je dit wel kunnen doen. Zo. Ik weet niet wat dit is. Een kap. Moet dat daar bovenop? Proberen. Waar moet die op? Ja, zo. Oh, oké. Okay. Leuk dat. Leuk. En je zou ook nog de bellen erop kunnen doen. Dus. Ja, dat ziet er een beetje een kerkje is het nu het worden. Wacht, dan kijk even in de andere village set. Want dan heb je ook altijd spulletjes. Hier bijvoorbeeld een hele leuke deur. Die kan je niet neerzetten zo. Kijk. Leuk. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Ik vind het heerlijk om me uit te leven op deze manier. Romeo, heb je daar zin? Moet ik dat. Is dat een ja toevallig? Of. Oh ja. Ja, oké. Okay, nee, oké. Okay. Ja, nee, oké, Dan sorry. begrijpen we elkaar, hè? Volgens Ja, mij stond die village zonder die barrels. Die moet je ook doen. Dat is thematisatie. Barrels. Oh, je houdt ook van barrels. Hè, barrels, Roey? Barrels. Hou je van de barrel. barrels? Je bent ook een beetje een barrel, toch? Soms. Soms ben je een barrel. Ja, op zaterdag wel. Kijk, dit is. Even kijken. Dit maken we helemaal zo. Want hier kunnen mensen ook gaan lopen. Dit thematiseren we gewoon helemaal in dat hout. Misschien wel leuk zo. En jullie weten het pad, daar kunnen mensen lopen. Dus dit gedeelte, daar kunnen ze nu niet lopen, omdat er onder geen pad zit. Nou, dit wordt een leuk stukje thematisatie. Je zou ook hier dit kunnen verbreden. Hier mogen ze op zich wel lopen. En dan zou je dus daaronder even pad kunnen maken hier zo. Dat vullen we helemaal op dit stuk. Zo. Nou, dat gaat er wel leuk uitzien, dit. Dan wou ik nog even een balkonnetje plaatsen. Want waar stond. Ik kan het niet hebben. Waar stond dat balkonnetje nou? We hadden. En sowieso die vines pakken we er dadelijk ook bij. Hè? Want die vines. Die horen perfect bij dit onderwerp. En die zaten. Moet ik even gluren waar die zaten. Weet je, weet jij waar die vines zaten, toevallig? Nee, echt niet, maar goed. Nou, hier groeien bladeren omhoog. Dat ziet er leuk uit. Dames en heren, die vines zijn een prachtig element. Dat is echt. Je kan het zo mooi gebruiken. Ik bedoel, hier die portal. Kijk, je zou kunnen zeggen van. Ik pak hier die vines en die gaan hier langs. Kijk. Prachtig hoe dat eruit ziet. Ik vind het super mooi. Kijk, je zou hem ook hier kunnen plaatsen. Dus hier gaan ze naar beneden zo. En om het huis. Hier zijn ze ook nog aanwezig. Zo. Kijk eens. Shun, 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 shun. Balkonnetjes zouden we doen. Balkonnetjes. Ik ga het openen. Als het goed is, stonden ze in. Ik heb ze gezien staan. En mensen zitten nu helemaal te reden. Vincent, ze staan daarin. Ik zei, ja, maar dat bekijk ik nu helemaal niet.
kratjes, die moeten we hebben eerst. Kratjes. Dat is een beetje een havengebiedje, lijkt het net. Hè? Oei? Ja. Een havengebiedje, ken je dat? Ja. Maar ik zie niks, zeg maar. Nee, klopt. Verbeeld het je, verbeeld het je. Oh, prachtig. Ja, oh, kijk, kijk. Een haventje. En in die haven, op die haven staan doosjes. Zie je het voor je? Doosjes. Doosjes. Oké. Mooi. Ik weet het. Anders had ik het niet neergezet natuurlijk. Nee, precies. Kijk, nou, dit ziet er leuk uit, maar geen balkonnetje, jongens. En daar had ik eigenlijk op gehoopt. Ik had liefst een klein balkonnetje. Nou, kunnen we dat wel maken. Maar dan zou ik het dus van die hek hier, die hekjes moeten maken. En dat vind ik er niet uitzien. Dat is mijn mening, hoor. Kijk, ik zou dit kunnen doen. Ja, het kan wel. Zo. Nou, dit ziet er wel schön uit, jongens. Ik ben hier wel tevreden over. We kunnen dit afzetten. Want hier mogen de mensen natuurlijk niet komen. Dan kunnen we dat doen met dat miserige hekje. Dat ga ik ook wel doen. Zo, dat laat ik helemaal doorgaan zo. Dat het soort van, je mag daar niet komen, want daar is een achtbaan. Gevaarlijk. Deengeroes. Dangeroes. Wat is er? Nee, niks. Oké. Nou, als er wat is, moet je het zeggen natuurlijk. Nee, ik weet zo. Ja. Kijk, die mensen moeten daar natuurlijk naartoe kunnen. Dus wat we doen is dat pad zouden verbreden. Dat komt eruit. Zo. Blablabla. Zo. En dan moet je dat ook nog verbreden. Dus dan krijg je deze. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Zo. Nou, dan gaan we hier ook nog een boog van maken. Dit ziet er ook leuk uit als we hier een boog van hebben. En die boog, die kunnen we al maken. En daarmee sluiten we dadelijk de video alweer af. Dan hebben we een prachtig station gemaakt. En we zouden eigenlijk wel even een onderrijd moeten hebben in die attractie. Dat is gewoon als gewoon een bedankje. Van wauw, Vince. Dat heb je leuk gedaan. Dat heb je leuk gebouwd, joh. En Roy zonder commentaar. Maar Ja, het is een beetje. sorry. Roy is ook een flink aan het bouwen, natuurlijk. Ja, echt heel erg. Heel erg zelfs. Zo, allemaal tonnetjes bij elkaar. Zie, als je ze draait, kun je ze heel anders neerzetten. Dat is echt heel erg vet. Kijk, nu draai ik hem 2 keer. Dan kan je hem erachter neerzetten. Echt heel Waar vind schön. je die tonnetjes bij Shine? Ah, hier. Ja, die moet je gebruiken bij Shy Catfish Coff Set. Ja, Die zijn prachtig. Die zijn echt heel leuk, hè? leuk. En ik weet wat we hier gaan maken, jongens. Ik weet het al gelijk. We maken hier water. En dat doen we door. Weet jij het, Roy? We verlagen Nee. de boel. Oké. En nu in de hoop. Oh, dan gaan die dingen ook mee. Oh, kijk. Die dingen gaan mee, zie je dat? Die hekjes. Oh, alles gaat mee. Heb ik het niet goed gedaan? Wacht even. Zo. Hier zetten we dadelijk water neer, hè? Dat begrijpen jullie wel. Zo, dan gaan we dan door naar achter. Dit maken we gewoon een watergebiedje, dit. Zo, dat is leuk. En dan maak ik even iets groter. Nou, we kunnen dit wel meenemen op zich. Maakt het op zich niet uit. Je zal zo zien wat het effect is. Goed, Roy? Ja. Mooi zo. En dan hoop dat dat niet. Ja, dat gaat ook naar beneden. Stom, hè? Altijd zo stom. Kijk, als je dit zo doet. Kijk, dit kan wel. Oh, nee, het kan niet. Hij gaat allemaal mee, zag je het? Oké, nou hebben we dit gedaan zo. En dan nou krijg je het effect dat je echt aan een harbor zit. Dat is een haven. En deze Catfish Cove, die gebruiken wij. Ook, ja, de achtbaan moeten we dus een beetje in deze stijl gaan maken. Hè? Dat begrijpen jullie al. Kijk, en wat we nu gaan doen is. Je moet ervoor zorgen dat, zeg maar. Als hij hier beneden staat, dan moet je met shift drukken. Met shift kan hij omhoog. Grote paal zo. Je ziet hem ook in de dingen staan, hè? En hoe hoog is deze hoger? Ja, die staat wat hoger. Die wil ik wat lager hebben. Zo. Dan heb je wat verschil, hè? Dat is leuk. En dan kan hij hier beneden, kan hij weg. Zo. Klik. Nou, gaaf. En ook die weerkaatsing, die weerspiegeling. Vind je dat niet mooi, Robbie? We kijken wat een mooi. Ja, echt heel mooi. Wat een plaatje. Godverdomme. Wat is er? Ja, ik zie toch niks. Oh ja, maar je moet je imaginationen. Oh ja, sorry. Ben ik opzet? Wat?
Nee. Je moet imaginationen. Ja, dat doe ik. Dat deed je niet, want ze kan het niet voorstellen. Dus dan doe je niet goed genoeg imaginationen. Het wordt voor mij flink donker bij mij thuis. Deze doen we dus ook heel mooi. Dat pad maken. Dat doen we ook aan de andere kant. Klik. Die doen we dan. Dan moeten we die andere weer pakken. Ik denk die andere, deze. Dit is de goeie. Ja, dit is de goeie. Klik. En dan pakken we voor dat onderkantje. Pakken we dan. Ik vind het echt een hele mooie attractie worden. Just saying. Zo. Nou, dat ziet er wel schön uit. Ik sla hem even op. Ja. Qua beplantingen zou ik even niet durven zeggen wat ik hier kan zetten. Maar misschien dat de harbor plantjes zijn. Moet ik het even uitvinken. Dit is een beetje Wild West piraten thema. Zou die bij kunnen staan. Maar ik zou kiezen. Wat zijn dit allemaal voor planten? In de hoop dat die niet uitvalt. Stenen kan natuurlijk ook. Die sets. Die builder sets. Dat zijn ook hele leuke steentjes om neer te planten hier. Ik denk dat die steentjes wel heel erg leuk passen bij dit onderwerp. Ja. Dat doen we gewoon. En hier vooral aan die zijkant hier. Zo'n rots. Oh. Oh. Jongens. Dat gaan we gewoon afwerken met rotsen. Hey. Soms heb ik ideeën, Roy. Echt, hè? Ja, jij ziet het niet. Gebruik je imagination hier. Wel, gebruik ik. Ja. En een steentje zetten we daar neer. En dan kunnen we het afschermen met stenen. Die zijkant. Dus stel je voor. Pak even een large builder. Zo, dat is wel echt een flinke jongen. Maar die kunnen we heel die hoek mee bedekken op zich. Dat is wel echt een hele grote dit. Dat is gewoon een kei. Dat is echt een kei dit. Zo. Dit zou je ook eronder. Dit zou je ook zo kunnen doen, hè. Plaatsen we hier nog een keitje. Kei goed. En dit zijn ook die plantjes die wel cute staan hier in het gebied. Beetje van die kleine snifplantjes, zie je het? Zo, plaatsen we hier nog wat. Het is gewoon random zo. En hier nog een paar van die kleine boompjes. En misschien staat er een boompje dat is omgevallen hier zo. En dat takje ligt dan hier schuin. Zo, zie je het? Hij is helemaal gevallen hier. Van die stam af. Hij ligt gewoon daarachter. En hier ook nog eentje zo. Nou, omdat dit te beveiligen, moet je dit natuurlijk ook afzetten. En dan gaan we de onderrijding, mensen. Rustig, ik weet dat jullie erop wachten. Het spijt me. En dat doen we met deze muur. Het is een speciale muur die in het spel zelf zit. Het is een beschermmuur, vind ik altijd zelf. Dan bescherm je de mensen tegen die achtbaan. Je moet een beetje realistisch denken, hè, dat kinderen niet zomaar de baan op kunnen rennen. Dus dan plaats ik die gewoon lekker random hier, langs. En ik zou hem zo kunnen afsluiten. Het staat misschien wel heel raar. Maar we kunnen dat een beetje camoufleren. Zo. Oké, we gaan een testritje doen. En je zou dat hier dus ook allemaal moeten doen, hè? Dat begrijpen jullie ook wel. Allemaal moeten afvlakken. Want mensen mogen allemaal niet op dat achtbaanterreintje komen. Maar hier kunnen we natuurlijk ook allemaal water neerzetten. Want het water kunnen we door laten trekken naar daarachter. En dat lijkt me nog veel vetter. Dus volgende aflevering gaan we dat zeker doen. Gaan we verder bouwen aan deze attractie. Gaan we hem afbouwen. Ik vond het nu toe vind ik het een hele leuke aflevering geweest. Ik hoop dat je ook een leuke aflevering vond. En we gaan nu even nog even een onrijtje maken in deze attractie. Daar gaan we. Yay! Gaat helemaal omhoog. Het zijn kleine karretjes. Het gebouw is nog niet af. Ik denk dat je daar je hoofd stoot.
Als je realistisch moet denken, dit halen we weg. Zo. Bedankt erover voor het meedoen. En graag gedaan. Tot de volgende video. Doei doei!